Ik heb het idee dat ik naast een hele tevreden toernooidirecteur sta. Nee, je weet, John Willem, dat ik normaal tevreden nooit gebruik. Hè? In dit geval durf ik het wel te zeggen dat ik tevreden ben. En zoals je weet is dit in ieder geval voorlopig de laatste editie conform deze setting. En normaal zou ik het nooit toegeven en dan zeg ik altijd dankbaar en trots. Maar in dit geval ben ik tevreden. Maar je gaat vast niet achteroverleunen. Nee, dat doen we nooit. We willen graag natuurlijk altijd blijven kijken hoe we tennis zeg maar op een mooie manier onder de aandacht kunnen brengen in Nederland. Of dat nou is tijdens de AFS Tennis Classics of bij onze clinics of andere evenementen. En dat zullen we ook blijven doen. En dit is natuurlijk de 15e editie, waarvan de 6e hier in Apeldoorn, 9e daarvoor in Eindhoven. En we zijn natuurlijk al aan het kijken of dat we dit kunnen doorzetten misschien in mei 2018. En dan zijn we naar de paleistuin van Paleis Het Loo aan het lonken. Spannende locatie. Ja, daarom willen we natuurlijk ook wel nadenken van wat wil je dan graag doen? En niet zo'n nadenken van Omnisport, want Omnisport is voor de huidige setting voor mij de allerbeste plek om het te doen. Alleen om na te denken van waar willen we heen voor de toekomst? Ja, dan moeten we er goed over nadenken hoe we dat gaan doen. En dan misschien ook als je kijkt naar de trends in de markt, voor tennistoernooien, maar ook voor evenementen. En hoe gaan mensen om met hospitality, maar moeilijke woorden als compliance. Er gebeurt veel in de evenementenbranche. En, ik wil daarvoor zijn. Ik wil niet een evenement zijn of de persoon zijn die eerst moet wachten hoe de andere mensen keuzes daar ergens over maken. En dat wij dan daar maar een beetje op moeten volgen of zo. Dat past niet zozeer bij mij volgens mij. Maar dat klinkt heel mooi, maar lijkt me ook heel moeilijk. Ja, dat vind ik lastig. Dat merk ik inderdaad. En dat heb je misschien wel een beetje aan mij gemerkt de afgelopen tijd. Want, er zijn veel vogels die ergens in de lucht vliegen. Maar je hebt nog niet dat ene in je hand om het 100% zekerheid te zeggen zoals we hier nu staan. Maar ik kan wel zeggen dat we heel dichtbij de Curaçao Tennis Classic zitten in dezezelfde week die we nu hebben. Want die krijgen we dan weer terug die week. We zitten heel dichtbij het Nationaal Kampioenschap Bedrijfstennis. Wat we in deze regio willen gaan organiseren in juni 2017. En zoals ik net al zei, hoop ik dat we dan in mei 2018 weer een mooie variant kunnen vinden van de Tennis Classics in Nederland. Dat is mijn ideale plaatje zoals ik dat nu graag zou willen doen. De vooruitblik is heel mooi. Eén kleine terugblik op deze editie. Wat zal jou bijblijven van deze jubileum editie, deze 15e AFAS Tennis Classics? Het is moeilijk hè, als je dat vergelijkt met anderen. Dat zijn er veel. Ik zei net al, we hebben meer dan 250.000 mensen ontvangen in de afgelopen jaren. Meer dan 50 van de tennislegendes. 150 Grand Slam titels bijna die ergens op de baan hebben gestaan. Dus ik denk al met al gewoon dat we daar hele mooie statistieken hebben, mooie wedstrijden in. Dus het is lastig om daar één uit te kiezen. Als ik over de jaren heen kijk, is van de vorige edities denk ik toch wel het moment Borg en Mekro die samen de baan opliepen. Dat we de Woody's in Nederland hebben gehad om tegen ons te spelen, natuurlijk, daar word ik soms nog wel zwakker van in de nachtmerrie. En dit jaar, het is bizar hoe Sheng speelt natuurlijk. Maar dat wisten we vorig jaar al, maar dat hij weer nog deze stap tegen een bijzonder fitte Goran. Maar ook toch wel de terugkomst van Martin Verkerk. Ik denk dat ik dat zelf toch wel ontzettend mooi heb gevonden. In positieve zin verrast, hè? Ja, Martin heeft in positieve zin verrast. Nou, niet zozeer dat hij ons moest verrassen. We hadden natuurlijk de afgelopen tijd veel contact met Martin. En we hebben ook samen echt goed over gesproken van, ben je er klaar voor? Zijn wij er klaar voor? Wat betekent dat dan ook? Hoe gaan we daar ook proberen samen invulling aan te geven? Hoe gaan we dit vieren? En als je ziet hoe hij op de baan stond in zijn eigen wedstrijd, verloor hij natuurlijk niet van Ferrero. Echt ontzettend dichtbij. En na bijna 9 of 10 jaar wedstrijdrecord hebben aangeraakt. Dat is gewoon bijzonder hoe hij gespeeld heeft. En daarnaast nog hoe hij ons vandaag gered heeft op de finale dag. Waarin helaas Ferrero in zijn tweede wedstrijd gisteren zijn elleboog zo blesseerde dat hij echt niet meer kan serveren. En ook volgende week zich moet terugtrekken uit het toernooi van Londen. Dus een sneu natuurlijk voor Ferrero. Maar dat Martin dan zo gaaf is om te zeggen van jongens. Ik kom jullie redden en ik kom die derde en vierde plaats die plek nog eventjes spelen. Dat is, zegt alles. Ja, tot slot, klinkt gek misschien van een senior, maar het is een speler voor de toekomst als ik aan jou denk. Ja, het zou een speler voor de toekomst kunnen zijn. Maar heb je Paul gezien deze week? Paul 50. Ja, en Sheng die heeft het meest ontsnapt tegen Paul. Hij stond eerst 6-2, kreeg hij aan zijn broek. Tweede won hij wel dik, maar in tiebreak had Paul 8-7 serveren. Dus Paul speelde waanzinnig. Sheng speelde waanzinnig. Martin speelde waanzinnig. Nou, de enige die misschien een beetje achterbleef was ik dan zelf in de dubbel. Maar dat vind ik dan ook niet zo erg.